Hey, hallo allemaal. Dank jullie wel voor deze goede maar ingewikkelde vraag. En om de vraag te beantwoorden moeten we een geschiedenislesje doen. Geen zorgen, ik doe het snel en ik ga niet terug naar het begin. Maar de eerste constatering is dat er al vele eeuwen lang zowel Arabieren als Joden in dit land wonen. Eigenlijk moeten we even inzoomen naar de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Dan zijn er heel veel veranderingen in dit gebied hier. In de tijd van de Eerste Wereldoorlog hebben de Turken het voor het zeggen. Die verliezen in de oorlog en dan wordt het gebied hier opnieuw opgedeeld. Op grond van allerlei verschillende redenen, waaronder ook het feit dat het antisemitisme in Europa sterk toeneemt, wordt er besloten om links van de Jordaan een Joods tehuis op te richten. De Volkerenbond, dat is de voorloper van de VN, die stemt daarover, stemt daarmee in. En vanaf dat moment hebben de Joden een volledig legitieme claim op het land. Nu wonen daar dus nog steeds, ook in die tijden al, Arabische inwoners naast Joodse inwoners. En daar begint natuurlijk het probleem. Op het moment dat Israël dus een internationaalrechtelijke legitieme claim heeft, zie je dat er niet van vandaag op morgen ineens een staat ontstaat. En in de jaren tussen de Eerste Wereldoorlog en 1948 beginnen Joden land op te kopen van Arabische landeigenaren. Eigenlijk zie je dat er tot aan 1948 geen bronnen zijn van landje Pik. In 1948 verandert dat. Op het moment dat Israël zegt, we zijn een officiële staat, wordt de oorlog uitgeroepen door alle omliggende landen en alle lokale Arabieren. Er ontstaat een zware strijd waarin vele gruwelijkheden gebeuren. Arabische inwoners worden uit hun huizen verjaagd, maar ook Joodse inwoners worden uit hun huizen verjaagd. Mijn eigen familie, de familie van mijn man hier, die woonde in de oude stad van Jeruzalem en die werden hun huis uitgezet omdat Jeruzalem in handen viel van de Jordaniërs. Bottom line, heel veel heen en weer, veel bloedbaden en heel veel van de pijn van het huidige conflict komt voort uit die oorlog. Maar er waren meer oorlogen en wat je iedere keer ziet is dat in de context van iedere oorlog geprobeerd wordt om Israël van de kaart te schuiven. Dat dat niet succesvol is en dat Israël land verovert. Dat is internationaal rechtelijk oké. Israël was niet degene die de oorlog uitriep. Dat waren de buurlanden en als je dan verliest dan heb je daar eigenlijk mee te dealen. Ik wil nog wel even inzoomen op iets meer micro. Omdat de Turken hier aan de macht waren, hebben de Turken bijgehouden welk stukje land aan wie behoort. En daar is af en toe nog wel discussie over, omdat het niet geheel duidelijk is. Een Joodse inwoner van Israël, stel hij wil een huisje bouwen in de Westbank, dan kan hij dat niet zomaar doen. Als er in de Turkse register staat dat het privéland is van een Arabische inwoner, dan mag hij daar niet bouwen. Er zijn gevallen geweest waar er op foutland gebouwd was, wat dus privé toe behoort aan de Arabische inwoners. En daar wordt iedere keer, er zijn natuurlijk veel nare incidenten geweest. We zien dat het Israëlische Hooggerechtshof daar heel vaak ook instapt en oproept om de bouwsels weer af te breken. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, daar zijn een aantal incidentele gevallen van landje pik geweest. Ter afsluiting, heel snel, stel, hè, er was sprake geweest van landje pik, dan nog zou ik zeggen dat is absoluut geen rechtvaardiging om baby's in hun bed te vermoorden. Daar zou ik graag nog mee willen afsluiten.